Heel leuk om te zien hoe dat iedereen heeft meegeleefd en hoe dat iedereen hier massaal is samengekomen om mij te verwelkomen. Dat doet wel iets met mij. Ik zie, je hebt je gouden medaille hier bij je. Ik heb ook gehoord, daar straks ook verteld, denk ik, dat je al op je tiende levensjaar al een tekening hebt gemaakt waarop je eigenlijk voorspelde dat je Olympisch kampioen ging worden en nu is dat uitgekomen. Ja, op die tekening staat gewoon dat ik wil meedoen aan de Olympische Spelen. Ik denk dat die droom van Olympisch kampioen is beetje bij beetje gekomen nadat we er harder voor aan het werken waren. Maar dit is iets wat ik op mijn 10 jaar nooit had durven dromen. Je hebt de voorbije jaren heel hard getraind. Wat ga je nu de komende tijd doen? Vooral even rusten. Ik denk fysiek en mentaal is wel nodig om even een beetje een stapje terug te nemen. En gewoon even te genieten van mijn familie, van mijn vrienden, van wat vrije tijd. Want die heb ik niet veel gehad de afgelopen jaren. Winnaar in naam van alle truinaren hier aanwezig, maar ook de Limburgers en de Vlamingen die van ver komen. En zeker al dat jong talent hier van Vlaanderen. Je bent een groot voorbeeld voor heel veel sporters en we zijn ontzettend fier op u. En dat willen we ook laten zien op verschillende manieren. En we hebben een aantal geschenkjes bij. We zijn er al in geslaagd om een sportbal naar jou te noemen in ons vastgebouwde sportpark. Maar nu hebben we nog andere gasten hier. Schepen. Nou, dat is een dikke proces. We hebben een mooie bekend broer voor u, maar jij bent mooier als broer. En wat je heel mooi ziet, is dat je heel gewoon blijft in die overwinning. Proces. Wat zijn de doelen nog in de toekomst? Ik denk dat voor mij vooral gewoon heel. Het triggert mij heel hard om een WK in eigen land te kunnen doen in 2023. Dus dat is wel iets waar ik enorm naar uitkijk om dat te kunnen meemaken. En dan is het niet meer zo heel ver tot Parijs. Dus ja, we zien wel hoe dat loopt. Een gouden bij voor onze gouden Mina. En op deze manier zal uw prestatie mee in dit werk veel langer meegaan dan wij allemaal. Ja, ik wil iedereen gewoon echt enorm hard bedanken. Toen ik als klein meisje begon te turnen, had ik nooit durven dromen dat dit werkelijkheid kon worden. Dat hier zoveel mensen ooit voor mij gingen staan. Dat ik ooit zo'n medaille rond mijn nek zou hebben. Maar het is gebeurd en dat bewijst gewoon dat dromen echt uitkomen, zolang dat je daar maar hard genoeg voor werkt. Dus dat is ook hetgeen wat ik iedereen wil meegeven. Dat maakt niet uit wat je dromen zijn, gewoon keihard voor gaan, geen twijfel aan je eigen hebben en dan is alles mogelijk. Zwaai nog één keer. Merci.